Goedenavond, dames en heren. Welkom bij VandaagCrypto.nl. Ik ben Sergio en vandaag kom ik met informatie voor Bitcoin en de cryptocurrencies. Vandaag heb ik net geconstateerd, kwam ik met, ja, normaal gesproken maak ik eigenlijk mijn eigen volgorde voor de streaming op mijn telefoon. En die ben ik thuis vergeten, dus ja, gaan we een beetje improviseren. Dus een beetje... Ja, een beetje onderweg doen. Maar eerst moet ik die even doen, hè. Sorry, maar het moet. Het moet wel. Ik doe even. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Nou, dat was het. Het moest. Het moest. Nou, wat kom ik vandaag vertellen? Belangrijke punt eigenlijk. 18 oktober. Iedereen was op Twitter helemaal gek. Komt de mogelijke en goedgekeurde ETF in Amerika. En nou, daar zal veel institutioneel geld binnenkomen. En ja, nieuwe ATH. Verschillende mensen op Telegram vallen. Yo, Bitcoin heeft de vorigste ATH doorgebruiken. Dus ja, wat zeg je nou, lol? En bla bla bla. En dit en dat. Zelfs werd ik weggeschopt van een Cardano groep. Helemaal geweldig. Prachtig. Vind ik echt prima. En nou, waar kom ik vandaag vertellen? Belangrijk. Echt belangrijk. Kijk, zien jullie dat wel? Ja. Kijk, hier, zoals altijd, hè, ik hou ervan, echt. Er zijn veel mensen die hier kopen. Wacht eventjes, waar heb ik mijn dingetjes? Hier. Nou, mensen die hier gaan kopen, omdat een ETF. En nu gaan we naar 100.000 of weet ik veel. En vandaag hier zit te denken van, moet ik gaan verkopen om een stoppen verliezen? Of andere optie, moet ik nu verkopen en als ze lager gaat, dan weer gaan kopen? Zo, verkoop ik nu en stop ik met verliezen en dan koop ik op een lagere punt? Ja, en dan vraag ik me af. Dan vraag ik me af. Waarom heb je hier gekocht? Nou, ik heb de antwoord niet. Ik had al sinds dagen geleden, echt dagen geleden, dat een bearish divergentie moet je altijd respecteren. Ja, je hebt helemaal geen idee over wat je hebt. Nou, weet je wat? Je hebt een lekkere Spaanse accent, maar over crypto's heb je helemaal geen verstand. Of... Nou, ben je toch geen miljonair, dus wat heb je erover? Kijk, ik weet dat mijn extremen zijn geen pure feesten en olé olé en castagnettes en dat soort dingetjes. Maar ja, ik verwacht dat jullie dat kunnen begrijpen. Omdat hier ben ik niet voor flamenco dansen en jullie een beetje haaien. Dat, ja. Kijk, ik zie nog steeds te wachten. Hè. Ik ben... Heeft iemand al op internet de dader gevonden van, ja, wie is er schuldig van deze daling? Want altijd kunnen ze vinden een dader van de daling. Hier was een Chinees, denk ik, zoiets. Verbod van China. En hier was een Hybrid of zo, ook van China. En... Als we nog naachtig komen, dit was, nee, hier denk ik, hier was Elon Musk, of hier, dus er is altijd een dader. Dus als iemand dat weet, wie de dader is geweest voor de daling van deze week, heel graag even bij de commentaarvak achterlaten. Want ja, ik weet niet wie de dader is. Of misschien ben ik een... Hoe heet dat? Een game master. Of een market maker.
En omdat ik zei tegen iedereen, hier moet je niet kopen, dan gingen we naar nul. Nou, het lijkt dat ik alles over weet en dat is eigenlijk niet zo. Ik zei altijd tegen jullie, verschillende video's, als jij een bearish divergentie hebt, moet je altijd respecteren. Omdat dat wordt een daling of een range. Dus dat maakte een range. En als het de prijs tikt de nulpunt en de ADX zit nog boven van de punt 23, dat is een stijging. Oh ja, maar hier ging naar beneden. Ja, toch. Want de bearish divergentie, zou je nog kunnen iets verlengen? In de daagse grafiek, hier niet. Hier zou een beetje lelijk en een beetje onlogisch op te lijken. Maar kijk, dat kan ik ook zelf doen. Dat is een bearish divergentie nog steeds. En dat is een range of een daling. Nou, wat gebeurt hier nou? Prijs heeft de nulpunt weer geraakt. Wat is dit dan? Stijging. Het nulpunt raken in de monitor is een soort reset van de prijs. Of als de prijs op zoek naar de ME gaat, of de ME tikt de prijs. Het is moeilijk te vertellen, echt waar. Maar ja, daar zijn we eigenlijk hier niet voor. We zijn voor om even uit te leggen waarom een beweging van de markt zo is. Kijk, hier hebben we weer een bearish divergentie. En dat hadden we al gezegd. Geloof je mij niet, ga maar vorige video's kijken. Dat is een range. Toen stonden we hierboven. Maar in ieder geval, zeker hier moet je echt niet kopen. Jawel, maar Bitcoin zit in een onbekende, ongekende gebied. En nu gaan we wel de lucht in. En 100.000. Hoeveel was dat? 200.000? 1 miljoen? Als het de ETF goedgekeurd wordt, dan gaan we naar 500.000. Zoiets vast, toch? Ik weet het. Ik weet echt niet. Ik volg helemaal geen nieuws. Dus daarom vraag ik jullie, als jullie de dader gevonden hebben. Nou, dat is een range of een daling. En dat hadden we gewaarschuwd in de vorige video's. Dat kon eigenlijk gebeuren op zoek naar de ME. Geloof je mij niet, gaan we vorige video's kijken. Volgens mij de volume gebied voor de prijs. Ik heb het net op mijn telefoon gekeken, omdat had ik eigenlijk de planning gemaakt voor deze video, maar ik ben niet mijn telefoon thuis vergeten. Maar ongeveer de volumegebied voor de prijs zit hier op dit moment. We zijn nu op een 4 uur grafiek. Als je deze video morgen kijkt, misschien ben je al te laat. En als je deze video op maandag kijkt, omdat wij op zondag en maandag publiceerden helemaal geen video's. Als je dit video op maandag kijkt, dat geldt ook niet. Tenminste voor de grafieks van 4 uur. Je moet ook leren scheiden tussen holding, 4 uur. Ga ik even hier doen. Nee, beter. Je moet ook leren scheiden tussen 4 uur grafiek, daagse grafiek, weekse grafiek. En 4 uur grafiek is voor iemand die wil een beweging van de prijs. Een daling of een stijging, die wil handelen. Dus eigenlijk, als je met hefboom, denk ik dat zo in het Nederlands heet, en dan wil jij voor de prijzen spelen, dus of wedden, met long bijvoorbeeld. Ik adviseer het nooit boven de 10x, maar ja, je kan zelf weten wat je met je leven doet. Maar omdat met sommige snelle bewegingen van de prijs worden ze allemaal weggeveegd. Die stop los en dan verlies je allemaal. Maar ik zeg nogmaals, voor iedereen. Kijk, stel dat jij. Ja, kijk, het was echt te veel FOMO en overal iedereen met dit en dat. En wat kunnen we doen? Nou, stel dat jij hier gekocht hebt. Geen paniek. Geen paniek. Ja, mijn rekening staat vandaag in 2000 euro onder. Of 5000 euro onder. Of 100 euro onder. Maakt niet uit. Ik heb nog mensen en kennissen. Ja, familie. Dat hier hadden gekocht. Omdat, ja, ook te veel FOMO. Dat nu wel. Is de vierde keer dat de prijs omhoog gaat. En nu gaan we wel naar de 80.000. En weet je wat gebeurd was? Ze heeft
de tijd nodig gehad, dus ongeveer 160 dagen nodig gehad om terug te komen naar de beleggingsbedrag, om het zo te zeggen. Maar ondertussen heeft ze, even kijken, ondertussen heeft ze tot bijna 50% verlies, omdat jij zo lang niet verkoopt, het is geen verlies. Dus de prijs is nog steeds aan het bewegen, maar je hebt wel de tijd nodig. Waarom zegt iedereen, als je gaat met bitcoins spelen, of ga je beleggen in de beurs, denk ik zo heet, of in de beurs. En dat moet je eigenlijk doen met geld dat jij niet nodig hebt, tenminste in een jaar. Dus heb je in je rekening 10.000 euro, gooi je ze niet 8.000 erin. Echt niet. Kan je wel misschien 4.000, bijvoorbeeld. Omdat als jij iets onverwachts krijgt, zoals een ziek kind of een operatie, en dan kan je niet gaan werken en ben je ondernemer en ben je niet voor verzekerd of weet ik veel, kan je nog met je spaargeld nog een beetje, weet je, dus omhoog komen. Maar met Bitcoin, ik weet niet of deze grafiek was, ik denk dat dit, met Bitcoin heeft niemand, goed luisteren, niemand heeft met Bitcoin geld verloren, sorry. Nooit. Jawel joh, jawel, zegt iedereen. Hè? Jawel, op de nieuws, op de krant of tv. Hè? Verschillende tv-programma's die zeggen ze de waarheid van Bitcoin. De verstopte waarheid van Bitcoin. Oké. Gaan we even checken. Sinds de ontdekking of oprichting of... ik ben geen Nederlander, man. Geef maar de naam wat je wilt. Maakt niet uit. Sinds Bitcoin bestaat... Bestaat eerder, maar deze grafiek heeft geen info van. Die maandelijkse grafiek... Dit is een grafiek, die moet je kijken. Als jij voor jaren gaat investeren... Het is nooit bearish geweest. Nooit. Dus onafhankelijk van het moment dat jij geld heeft ingestoken in de markt met Bitcoin, ben je nooit geld kwijt geweest. Ja, wel de tijd nodig. Kijk, mensen die hebben in 1 januari 2018 gekocht met een prijs van 18.000 euro, waren op 1 januari 2019 op 2800 euro. Ja, dat is echt een dikke daling. Ja, inderdaad. Als je niet verwacht had, dan krijg je dit. Maar het is een geld dat jij niet in een korte termijn of middentermijn nodig hebt. Dus nu, als je stopt gewoon een dollar cost average. Dus eigenlijk is maandelijks gewoon 10 instoppen, 20 instoppen, 100 euro instoppen, 500 euro instoppen, 1000 euro maandelijks. Weet ik veel wat jij kan doen. Het is eigenlijk onafhankelijk, echt totaal onafhankelijk van de prijs. Gewoon maandelijks x bedrag inzetten. Kijk, als je dit had gedaan, of tenminste sinds het begint. Bitcoin is, kijk, een 13.767% gestegen. In 123 maanden. Welke bank, belegging of boers of levert dit winst eigenlijk? Geen. Nou, ik wou even uitleggen in een 4 uur grafiek. Belangrijk, omdat we gaan naar nul. Kijk, de prijzen bewegen. Daarom zeg ik altijd met geduld, discipline. Discipline zeg ik goed. En geduld, tijd en nooit door de FOMO of fout te laten meeslepen. Omdat de prijs doet dit. Hoger, lager, weet ik veel. Maar snap je toch wel. Zijn golven. Ja, zoals met de COVID, ja. Zijn golven. En altijd, de laatste golf is nog spannend en erger dan de vorige. Maar dat is ook vergelijkbaar met het echte leven eigenlijk. Maar stel dat nu onverwacht Bitcoin
bearish wordt. Dus dat morgen Bitcoin zegt, gaan we naar beneden. En dat heeft ik niet verwacht, jij ook niet. En de YouTuber die je kijkt met, vandaag hebben we een crypto en kijk, vandaag tekenen we een dit en doen we, weet ik veel, zo'n random lijntje hier zo. En als je, weet ik, misschien trekken ze ook ondertussen die Fibonacci patroon, hè? Die dalingse patroon, dus dit eigenlijk, maar staat in Spaans. Ja, het is een, de poolbak van de Fibonacci's. En wacht even. Omdat als, kijk, de prijs staat in een range, hè? Dus ja, het moet ergens ontploffen. Dan gaat die echt ontploffen, geloof me. En doen ze hier zo, die paaltje hierboven. Kijk, de 73.000 euro zijn wel te halen. Dus ja, die bereiken, die pakken wel. En als, kijk, als ze mijn analyse, noemen ze, dus geen projectie. De 50.000, het is een mooie prijs. Toch? Dat doen we hier niet. Dus als je hangst porno, ben je aan het zoeken of zo, ga maar naar een ander kanaal. Hier verlies je tijd. Misschien ook geld, weet ik niet. Maar wel in ieder geval gezegd dat hier koop je nooit. Jawel, man. Hier gaan we de lucht in. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, ik zeg tegen die gasten die vandaag... Ik vind, ja, voor mij, het is net als echt als een filmpje voor de volwassenen, weet je. Dus mensen die hierboven hadden ze tegen mij gezegd van, je hebt helemaal geen verstand, jongen, we gaan wel de lucht in. 8% minder als je daar hebt gekocht. En dit 8% minder ervaarde ik niet. Dat doe ik niet. Als iedereen zit daar met FOMO, met nu moet je kopen, ren voor je leven. Gewoon weg, verkopen, dag, doei. Zo gaat het. En als iedereen zegt, we gaan nu naar nul, we zitten in een consolidatiegebied, of kijk, zie je die kaarsen daaronder? Hier, kijk, zie je? Dat is absorptie. Dat zijn mensen die daarin kopen zijn. Maar dat kan ik ook zien. Of kijk, daar zijn mensen die veel gekocht hebben. Verkocht, sorry. En hier, dat is echt een dikke absorptie. Dus we gaan wel to the moon. Dat werkt niet, jongens. Echt. Als iedereen komt nu te zeggen van, we gaan nu naar nul. En ja, deze daling moest eigenlijk geen plaats hebben gevonden. En, daar moet je gaan kopen. Geloof me, je moet totaal andersom doen als de rest. Kijk, stel... Die volumeplekje. Kijk, stel dat hier met Evergrande of Evergrande of zoals in het Spaans, die klinkt iets beter. Kijk, wacht even. Evergrande. Stel dat hier heb jij gekocht omdat, weet ik veel, die hash van Bitcoin was iets hoger dan in de vorige weken en nu het is meer veilig en stel. En dat zegt iedereen op dit moment. Dat kan je ook op de sociale media zoeken. En daarna, op dezelfde middag of een dagje daarna, zit jij hieronder. Ja, die schuld was van die analist niet. Hè? Dus eigenlijk van die YouTuber die tegen jou heeft gezegd van, nu gaan we de lucht in. Hij heeft de schuld niet natuurlijk. Omdat er staat op die commentaren of in de omschrijving van de video. En de disclaimer. Hè? Ja, tuurlijk. Maar jij hebt gekocht. En de schuld is niet van de YouTuber, maar ook niet van jou. Maar de schuld is van de Chinees. Hè? Of de schuld is van Elon Musk. Of de schuld is van Joe Biden. Of de schuld is van voor de pandemie. Of toch. Maar jij hebt toch geld verloren? Of heb je minder geld? Maar de schuld is niet van jou. Omdat jij geen eigen analyse maakt. Omdat jij andere YouTuber kijkt. Ja, je mag wel naar mij kijken of doe wat je wilt. Maar de schuld is nooit, ja, als de YouTuber niet de juiste analyse of een projectie heeft gemaakt, dat kan gebeuren. Dat gebeurt toch? Het kan gebeuren. Maar niet altijd dat de prijs een hoogste punt tikt. Dat is niet normaal dat jij zo grote fouten maakt iedere keer. Of, nee, sorry, ze maken geen projectie. Ze tekenen vlaggetjes, driehoekjes, lijntjes, Fibonacci's en...
maken ze een analyse. En dat is veel makkelijker, omdat analyse maken over iets dat gebeurd is, dat kan iedereen. Kijk, je maakt ook een snelle analyse hoor. Mag dat? Tuurlijk. Kijk, ik kan hierop zeggen van, kijk, hier de prijs heeft gestegen. Hier was een consolidatiegebied. Dat is een, ja, een pinbar noemen ze dat. Dat is bullish, natuurlijk, omdat er veel mensen hebben gekocht. En daar gingen we omhoog, maar natuurlijk toch lager. Omdat, ja, die absorptie of koopopdrachten die daar stonden, nu staan ze niet meer. Omdat die zijn allemaal gecrediteerd, om zo te zeggen. En de prijs is hiervoor gestegen. Dat is analyse. Dat kan iedereen. Dat kan mijn zoon ook. Ja, dat kan jij ook. Zonder ervaring, dat kan je, ja. Maar wat gaat de prijs hier doen? Wat gaat hier doen? Dat doen ze niet. Pakken ze het lijntje van de Fibonacci en zeggen ze, we komen tot hier of tot hier. Of ja, door de lijntje die ze trekken, weet je, van de driehoekje of zo. Daarna heb jij ook die kijkers. Eén kijker. Die is helemaal geblokkeerd, dus die zal de video niet meer kijken. Zeg, je trekt zelf aan als je naar de spiegel kijkt. Omdat, ja, maar kijk, ik sta hier voor analyse en projectie van de prijs. Wat heeft af te trekken in deze video's? Volgens mij moet je naar Pornhub of OnlyFans. Misschien moet ik een OnlyFans kanaal openen, weet ik niet. Nou jongens, gaan we aan de slag. We lopen een andere weg. Kijk, als jij, dat is ook een andere kwestie. Snelle analyse, die kon ik hier doen. Kijk, als jij Bitcoin vergelijkt met de dollar, doe je totale fout. Bitcoin is een technologie die wordt in de financiële wereld gebruikt om fouten meer efficiënt de financiële wereld te kunnen maken. En dat is een technologie die komt alle problemen, alle huidige problemen die we nu hebben met de financiële zaken. Zoals met de snelheid van de transacties, duidelijkheid en corruptie en dat iets traceerbaar kan worden. Zoals die productieketting en dat soort dingetjes. En dat is eigenlijk een technologie die is gekomen om nooit meer weg te gaan. Zoals internet. Kijk, als je mensen die zeggen ze van, Bitcoin is een bubbel, die zou ooit ontploffen en we gaan nu naar nul, omdat dat is eigenlijk geld dat niet bestaat. Dat is eigenlijk niet waar, omdat ik heb bitcoins gekocht en in mijn bezit, in mijn crypto wallet, omdat ik echte, dus wc-papiergeld heb ingezet en dan krijg ik bitcoins. En dat gaat naar nul. Nee, dat is nogmaals zeggen, als morgen hebben we geen internet meer, dat is ook niet mogelijk. Nu kan je echt niet meer denken in een wereld zonder internet. Morgen, hè? Zo plotseling. Morgen, geen internet. Maar niet door een kleine storing van een paar uurtjes. Gewoon nooit meer. Het werkt helemaal niet. Alles gaat met internet. Alles. Boetes van de verkeersboetes. Overheidscommunicatie met jou. Financiële zaken. Mobiel bankieren en alles gaat met internet of intranet. Als jij een machine gaat bedienen bijvoorbeeld met je computer en die staat aangesloten aan een server en de server heeft internet nodig. Dus dat bedoel ik eigenlijk. Het is een technologie die komt echt nooit meer van ons leven. Nou, ik kreeg ook een vraagje van iemand die zegt, wat gebeurt als de dollar helemaal instort? Dus in elkaar stort. Wat zou met Bitcoin gebeuren? Misschien wel krijgen we een grote daling met Bitcoin. Dat kan gebeuren. Omdat al die mensen, als je kijkt, die economie helemaal in elkaar stort. Dan zijn veel mensen die zullen denken van, ik ga mijn geld eruit halen. Omdat ik heb contant nodig. Maar ja, misschien doen ze ook die geldautomaten ook niet. Dat weet jij niet. Ik ook niet. Maar uiteindelijk, Bitcoin is wat ik nogmaals zeg, het is een technologie. Dus kan die valuta's, euro, dollar, yen, peso in Argentinië, of kan alles naar de klote gaan?
Maar technologieën zijn altijd in ons leven gekomen en nooit meer weggegaan. Dus als je, nogmaals, als jij Bitcoin vergelijkt met de prijs, doe je totaal fout. Als jij denkt dat morgen word je rijk door Bitcoin, ben je totaal fout. Dus kijk, toen internet, sinds de ontdekking van internet, waren ongeveer, denk ik, de eerste 15 jaar zonder en nuttige gebruikt. En de eerste gebruik van de internet, als ik niet verkeerd ben, was in de e-mail. Dus waren 15 jaar om het tot de eerste de eerste gebruik kunnen maken voor een nuttig ding met internet. Maar met internet kon je niet investeren. Ik zeg jou, Bitcoin, volgens mij heeft nu, zeg ik snel, 13 jaar, weet ik niet, eentje boven, eentje lager. En begint nu in sommige landen legaal worden voor valuta eigenlijk van het land. Zoals in El Salvador, dus waar hebben ze de eigen munt, de Amerikaanse dollar en nu de Bitcoin. Dus, ik zeg nogmaals, het is iets dat is in ons leven gekomen. Kijk, El Salvador had gekocht Bitcoins rond ongeveer de $45.000. Moet je kijken waar het nu zit. En ze hebben meer dan één Bitcoin. Dus moet je niet vergelijken Bitcoin met dollar. Dat moeten we eigenlijk wel doen. Om even analyseren en projectie van maken. Maar kijk, als je kon investeren €1.000 in Amazon bijvoorbeeld of Apple in het begin, was je vandaag smerig rijk. Dat weet iedereen. Maar als ik kwam tegen je 30 jaar geleden, stop maar de equivalentie eigenlijk van €1.000 toen in Amazon of Apple. Zou je tegen mij zeggen, ja joh, ben je toch gek? Ik stop me lekker mijn geld in de bank en dan krijg ik vaste rente. En kijk hè, ook hè, dat heb ik echt gehoord hè, dit. Ja, dan heb je geen papier, maar briefpapier hè, van ik krijg een stijf met geur van het contant geld. Nou, prima. Dat is je eigen mening. Maar kijk, de slechte manier waar jij geld verliest en je merkt het niet, is met inflatie. Hoor je goed? En belastingen. De laatste 2 jaren zijn echt nieuwe belastingen opgelegd op dingetjes dat vroeger hoefde je eigenlijk niet geen belastingen meer moeten betalen, maar nu wel. En inflatie is de slechte manier om jij arm te maken. Waarom? Stel dat jij €1.000 in je keukenla hebt en komt een 12% inflatie. Je zou nog zeggen van ik heb €1.000 in de keukenla. Klopt. En als je nogmaals gaat tellen, hè, 1 bij 1, heb je nog €1.000. Maar je moet rekening houden. En 12% inflatie, dat betekent dat heb je €120 minder waardheid. Dus het zijn €120 minder waard, die €1.000. Dus kan je wel gaan kopen, maar heb je uiteindelijk €120 minder. Ik denk dat wel. Kan jij dit begrijpen eigenlijk? Maar ja, nu gaan we even aan de slag. Want jij wil weten als de Bitcoin gaat dalen of stijgen. Hè? Omdat je hebt die opentje. Hè? Die open, die is wel beroemd. Hè? Dan Peña. Die is eigenlijk een echte topper. De Bitcoin in €19.600. Dollar. Hij zei dat het einde was. Kijk. Luister goed. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero! Precies. Want dat is het gevoel die de mensen had hier. Het was kort geduurd, maar wel en hier. Wat zeg ik tegen jou? Kijk, het volume prijs van Bitcoin, dus de POC, Point of Control, het is de witte lijntje. En alles wat jij hier kan pakken, perfect. Dat is een koopgebied.
Misschien kan je wel iets eerder gaan kopen. Handigste is om even je portfolio in 6 of 10 delen te doen. En wat doe jij eigenlijk? Dicht bij de MA, want dat maakt je kans dat het weer omhoog gaat, steek je en de 20% naar binnen. Dat is geen min, hè? Dat is een zo. Of doen we even weg om het nog duidelijker te maken. Yeah. Ja. Nou, stel dat de prijs hier komt. Nou, dat zet jij weer een 10% naar binnen. Stel dat de prijs hier komt. Nou, zet jij weer een 10% naar binnen. Maar nooit de 100%. Omdat als je hier alles gekocht hebt en de prijs daalt naar beneden, heb je niks. En de slimste manier eigenlijk is dat de prijs tot hier komt, dat je hier kan kopen. Omdat als je hier gekocht hebt en hier gekocht hebt, hetzelfde hoeveelheid in euro's, maak jij een gemiddeld prijs. Dus je moet eigenlijk niet wachten totdat de prijs hier komt. Maar als je de prijs hier komt, dan begin jij winst te maken. Hoef je niet te wachten tot deze hoogte. Toch? Nou, ik denk dat het wel duidelijk is uitgelegd. Ik ben geen leraar, hè, zoals Hugo de Jonge. En geen minister. Maar ik denk dat het duidelijk is. Uiteindelijk, ik stel tegen je wat is de projectie, geen analyse. Omdat analyse kan iedereen, zonder ervaring zelfs. Hè. Wat gaat de prijs hier doen? We gaan omhoog, jongens. We gaan omhoog. Nee, we gaan naar nul. Zie jij? Het is een 10% daling. Wat had ik, ik denk 4 dagen geleden gezegd. Ongeveer. Let maar op. Let maar op. Omdat iedere keer dat iedereen met FOMO zit, stijgen we bijna $10.000. Kijk, in dit geval waren het 5.000. In dit geval waren om maar afronden, 9.000. Hier waren ja, zoiets van 8.000. En hoeveel hebben we nu gedaald? 7.000. Als je mijn vorige video's kijkt, ik denk dat die had ik verteld op zaterdag vorige week. Dat wist ik al. En als jij mijn video's kijkt, dat wist jij ook. Nou, waarom of met wat baseer ik mijn projectie? Kijk, monitor zit met een 90% ontwikkeling. Dat betekent dat als die monitor omhoog keert om het die groene golf beginnen te maken en de ADX eigenlijk de goede is dat iets omhoog zo blijft, dat geeft een beetje nog sterk in de oudere beweging, maar ik ga even netjes maken, nou zo. Ja, je kan nog herinneren, hè, die volumeplekje. Dus $57.000, zoiets. Hier. Nou, de juiste of de perfecte projectie en analyse voor de monitor. Je moet altijd volume, prijs, tijd en wat was er nog? Tijd, prijs, volume en... Ja, ben ik al vergeten. Maar je hebt eigenlijk niet alleen maar een grafiekje nodig of een monitor nodig. Je hebt altijd meer dingetjes nodig om even de juiste projectie of analyse van de markt te kunnen maken. Nou, ik zeg nogmaals, de ADX, de goed is dat een beetje zo gaat doen. Dus boven die 23 punt komt en daarna omhoog gaat keren. En die monitor naar boven gaat. Met een donker rood. Dat is een bullish directionaliteit. Voorbeeld. Zie je dit beweging hier. Dat betekent kracht. Dus eigenlijk een wijziging van de directionaliteit van de markt. En als je nogmaals keert. Dat geeft kracht aan de huidige beweging. Dat heb jij. Kijk, het juiste voorbeeld. Kijk, hier. De ADX keert naar beneden. Bullish directionaliteit. Het is een beetje moeilijk, want dit is eigenlijk te klein dit. Maar ik ga even een beetje groter maken zo. Ja. Kijk, je hebt hier de ADX gaat naar beneden. Krijgt een bullish directionaliteit. Geeft
niet onder de punt 23. Dus dat betekent dat er is nog interesse in de markt. En daarna keert omhoog om te aantonen of aangeven dat de huidige beweging sterk is. Met wat was dat? Een bullish beweging. En wat was dat? Een stijging. Dus volgens onze patronen, het is altijd dit, en heb je dit, en heb jij, nou, ik zou misschien wel zeggen rond hier, ongeveer. Dat zijn eigenlijk kooppatronen. Of als het de nulpunt tikt, of dichtbij en de ADX niet omlaag gaat keren. Als de nulpunt tikt. En kooppatroon. Maar je wil weten als de prijs omhoog gaat keren. Tuurlijk. Geef maar de tijd. Je kan nu wel gaan kopen. Ik geef helemaal geen advies. Je kan misschien een beetje later kopen. Maar wat ik ga doen eigenlijk is. Komt weer op dezelfde hoogte van de laatste hoogste punt. Dan ga ik verkopen. Of tenminste minder blootgesteld worden op de markt. Of een beetje stoploos in de stoplimits. Iets hoger zetten dan de ingangspunt. Dat is mijn analyse. Heeft altijd gewerkt. Ik heb ook geld kwijtgeraakt. Natuurlijk, iedereen. Maar kijk, hier handelen we niet. Ga ik even een snel voorbeeld van maken. Ik weet dat ik praat te veel. Dat komt eigenlijk omdat ik Spanjaard ben. Maar kijk, hier kopen we niet. Of tenminste verkopen. Hier verkopen. Dus als iedere keer hoger dan de laatste hoogste punt komt, dan gaan we verkopen. Waarom? Omdat er zijn veel mensen, YouTubers of mensen die een strategie hebben om de doorbraak te gaan kopen en handelen. Dat zeggen ze, joh, nu is wel doorgebroken. Hier. En nu gaan we omhoog. Natuurlijk gaan we omhoog. Je bent nooit te laat om in te stappen. Kijk, vanaf de laatste hoogste punt tot de volgende laagste punt. Er zijn maar 1000 euro. Dat is zo gebeurd met Bitcoin. In één dag wijzigt dit. Dus je hebt wel één keer. En 9% niet verdiend. Maar als je hier gaat kopen. Heb je een bevestiging voor stijging. En dan ga je dit stukje handelen. Het is niet hetzelfde prijs. Dit. Dat deze hier. Misschien wel lijkt hetzelfde. Maar qua studie en analyse is niet zo. Het lijkt. Kijk, wat gaat hij doen eigenlijk? Volgens mij is bullish. En die point of control ligt op 57.000 euro. Momenteel. Dus alles. Ik zei nog. Kan je op de vorige video's kijken. Alles wat dichtbij de EMA. Misschien nog onder. Nog beter. Als het nog daalt, dan gaan we meer kopen. Dus daalt meer, kopen we meer. Dat is een perfecte plek om te gaan kopen. Bitcoin is nog bullish. Nou, Bitcoin is nog bullish. Tuurlijk. Geen probleem. Want dat heb je gezegd. Ik heb wel mensen horen huilen in groepjes. Nee, een doorbraak. Een doorbraak. Kijk, natuurlijk. Een ETF. En MicroStrategy, bedrijven, institutioneel geld die komt binnen. We handelen hier niet. Nogmaals, kijk, ik zou nu wel kunnen gaan kijken op mijn YouTube-video's en even terugspullen en even gaan kijken. Maar het heeft geen zin, het kost tijd. De laatste, hoogste punt handelen we nooit. Handelen we nooit. Je bent altijd op tijd om op te stappen. Waarom heb je zoveel FOMO? Als je een echte holder bent, kon je hier kopen. En hier. Waarom ga je in de hoogste punt kopen? Ik ken veel mensen die hier kopen omdat wij de lucht ingaan. En daarna hier gaan ze verkopen. Omdat ze zijn aan het verliezen. Toch? En daarna komen ze met de nieuws. Dus met de oorzaak of de dader van de daling. Maar daar heb je al geld verloren of heb je minder geld. Dus dat werkt niet. Voor jou tenminste werkt niet. Dus moet je stoppen even met de nieuws volgen. Waarom de prijs stijgt en waarom de prijs daalt. En je eigen analyse opbouwen. En leren je eigen analyse kunnen maken.
Nou, ik had voor vandaag, kan ik er nog mee herinneren, was Cake, Sol, Cardano, welke was dat nog? BNB, dus Binance Coin, dus, welke was dat nou? Die heb ik in mijn telefoon zitten, maar die ben ik al thuis vergeten. Volgens mij was geen andere. Ja, we kunnen een beetje snel dit kijken. Kijk, zoals een projectie. Dus daling tot de EMA en omhoog. Kijk, waarom weet ik dat? Weet ik ook niet, jongens. Ik kan eigenlijk wel vertellen. Maar als je dat wil weten, ga naar mijn website. Dat is de monitor. Of monitor. Dat die gebruikt. Dus eigenlijk deze hieronder. Het is dit. Dus als jullie op TradingView zoeken, dit. LB is van LazyBit. Dus SQZMOM-LB22015. En dan krijgen jullie deze monitor in beeld. Zoals ik. Zo kan je eigenlijk je eigen analyse leren kunnen maken. Samen. Kijk, deze lijntje die was getekend op 6 oktober. We zijn vandaag 23 oktober. Dus die beweging hadden we al voorgespeeld bijna met 17 dagen van tevoren. Terwijl iedereen zit op een groepje van Cardano zal wel knallen, let maar op. Dat zeggen ze al anderhalve maand geleden. Ik heb wel Cardano in hold. Maar in de staking zelfs. Maar voor trading niet. Dat was al een tijd geleden. Gewoon klaar voor mij. Trading doen met Cardano. Het heeft geen zin. Kijk, dat was ook een voorspelling van de prijs. Daling. Die bearish divergentie. Moet je altijd respecteren. Zeggen we nogmaals. Daling. Kijk, heb jij voor een dagse grafiek voor Cardano? Het kan wel gebeuren. Stel dat, ja, dat mijn oom Elon Musk geld instopt. Dan gaan we wel zeker de lucht in, natuurlijk. Natuurlijk. Maar dat weet jij nog niet. En ik ook niet. En ik stop met deze patroon. De prijs zit net boven de MA van 55 periode. En met dit patroon heeft mij geen... Zelfs als ze stijgt, maakt niet uit. Weekse grafiek geeft aan een correctie of een daling. Maar dat is een echt een mooie range. Waarom niet? Het is een echt een mooie range. Zal iedereen kunnen zeggen dat is een distributiepatroon of een accumulatiepatroon? Voor trading, het is helemaal niks. Ga je voor hold of ben je een holder? Dus eigenlijk met getatoeëerd hier, gewoon hold. Dan ga je wel kopen, natuurlijk. Je koopt altijd als je holder bent. Dus ga je traden, dat is geen ingangspunt. Tenminste voor mij. Jij moet doen eigenlijk wat jij wil. Die geeft dan mij geen kooppunt. In een 4 uur is eigenlijk. Een 4 uur. Geeft mij ook niks. Wat is dit? Kijk. Als je op mijn site kijkt. Denk ik op mijn site of in een Telegram groepie. Maar die ga ik niet in beeld brengen. Nee. Niet door de vieze plaatjes. Maar. Kijk, dat is eigenlijk de website. En heb je alle video's. Cardano. Hebben we de analyse van Cardano hier? Is dit? Nee, dat is Bitcoin. Kijk, hier staat waarom werkt niet. Die driehoekjes en dat soort dingetjes. Nee. Nou, hier heb je het patroon. Hoe het werkt. Nee. Ik heb geen screenshot op de Telegram groepie wel. Ik weet niet. Ja, ik wil mijn Telegram niet in beeld brengen. Maar ga maar. Kijk, op mijn website heb je dit. Vandaag crypto groep. En dan kom je denk ik van gisteren of eergisteren. Een screenshot van de eerste analyse van Cardano. Waar we hadden al gezegd dat dit zo ging worden. Dus dat werd eigenlijk. En dat is geworden. Dus wel een goede projectie.
gemaakt van de prijs. En stel dat er komt Charles Hoskinson, denk ik heet dat, met een goede nieuws voor Cardano en een volgende update of iets beters voor Cardano, dat is altijd bullish, als goede nieuwe nieuws over Cardano worden gesproken. Dat is altijd gebeurd voor een update of een goede nieuws van Cardano. Het is altijd gestegen. Maar ik weet tenminste nu helemaal niks van. En dat is geen kooppatroon voor mij. Gaan we voor Cake. Ik moet nu even stoppen, want het is zaterdag. Jongens, 19:30 bijna. Dus je kan wel even abonneren op mijn kanaal. Hier, abonneer je Vandaag Crypto. Dat helpt mij echt veel. Het is gratis, kost jou helemaal niks. Je kan ook aanmelden op de website. En heb je toegang tot deze info. Die als je niet aangemeld bent, dan krijg je niet in beeld. Dus Wyckoff, Elliott Patronen en dat soort dingetjes. En bij leren. Maar het helpt mij veel dat jij abonneert op mijn YouTube kanaal en een like geeft of vragen en commentaren in de commentaarvakje achterlaat. Niet via privé, maar wel via YouTube. Ik ga zeker doorlezen en dat helpt mij om te beginnen groeien. Omdat uiteindelijk, stel dat mijn patronen en analyse, dat werkt eigenlijk. Stel dat het werkt. En jij hebt geholpen, maar ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? En heb ik weinig subscribers bijvoorbeeld, of volgers, zo te zeggen. En in een tijd van 3, 4, 5 maanden, ik krijg helemaal niks terug. Bijvoorbeeld, weet ik veel, een klein betaling van YouTube, of niet van jullie, omdat dat is voor jullie helemaal gratis. En dat doe ik gratis, dat kunnen wij hier samen leren en dat wordt gratis. En als ik niks terugkrijg, dan hebben we het niet over die donaties. We hebben al een paar gehad. Zeker, deze website is mogelijk gemaakt dankzij donaties. Dus ik heb wel al een paar dikke donaties gekregen. En daar heb ik die website opgericht en gemaakt voor jullie. Om jullie te kunnen helpen. Dus dat is een nemen en geven. Of geven en nemen, zeggen we. Weet ik veel. Maar de bedoeling is dat iets in de middentermijn ik ook terugkrijg. Dus niet rechtstreeks van jullie. Dus ik vraag jullie helemaal geen geld. Maar ik bedoel dat de YouTube-kanaal wel gaat werken. Als het niet werkt, dan zou ik moeten stoppen. Omdat ik zit nu hier, ik weet niet hoe lang, bijna 3 kwartier. En dat krijg ik eigenlijk niet betaald. Ik doe eigenlijk liever echt gratis voor jullie. Jullie kunnen gewoon leren en geen geld kwijtraken op de markt. En dat doen we samen. Ik kan jullie wel helpen, maar ik moet ook uiteindelijk kijken. Ik zou misschien beter thuis kunnen blijven met mijn kinderen en lekker gaan spelen. Of weet ik veel, in plaats van hier 3 kwartier besteden om de markt te gaan kijken. Omdat mijn patronen werken eigenlijk. Het is nooit een 100% voor geen analyse of analist. Maar dat wil ik eigenlijk met jullie uitdelen. En dat jullie ook dit systeem of patronen kunnen leren lezen. En even kijken hoe werken eigenlijk. Dus nogmaals, met abonneren op het YouTube kanaal. Volgen bij Telegram kanalen. En aanmelden bij de website. Die is totaal gratis. Jullie helpen. Of dat is een manier dat ik heb om te zien dat ik heb jullie wel geholpen. Of tenminste dat het nuttig is. Nou, we gaan nog door. Cardano is klaar. Gaan we voor BNB. Cake. Die was ook in het lijstje. Gaan we kijken. Nou, Cake was echt met een bullish patroon. Hadden we voorgespeeld rond 19 oktober. De stijging is al gebeurd. En wat zeggen we altijd? Zo dichtbij mogelijk van de laatste hoogste punt verkopen. Dat kan eigenlijk zo als je wil. Maar dat doen we. Kijk, dat is een pinbar. Even kijken of zo'n grote kan. Dat is een pinbar. Pinbar betekent een snelle beweging. Wat doe ik ook is automatiseren. Dus koopopdrachten en verkoopopdrachten. In dit geval met Cake heb ik in hold. Voor de lange termijn. Eerlijk gezegd denk ik voor
En uitslag voor december, januari ongeveer. Maar voor trading doe ik ook heel graag met dit soort crypto's. En je kan nooit... Mijn analyse is niet om de laatste dollar proberen te pakken. Dus ik heb ongeveer hier gekocht. En ik heb progressieve of de kleine tradies, dus tradetjes eigenlijk, iedere keer een klein stukje verkopen. Ik had hierboven nog verkoopopdrachten, tot de laatste hoogste punt eigenlijk. En de prijs gaat omhoog, ga ik meer verkopen. Gaat nog hoger, ga ik meer verkopen. Gaat nog hoger, ga ik meer verkopen. Dus ik word iedere keer minder blootgesteld. En ik laat gewoon winst naar mijn zak te komen. Stel dat jij geen automatische verkoopopdrachten had. Dus je hebt eigenlijk deze piebar gemist. En je ziet weer hier beneden. Bijna dichtbij van je kooppunt. Dus ik heb eigenlijk dit stukje winst. Met verschillende percentages eigenlijk. En ben ik gebleven alleen maar met deze kleine stukje die ik niet verkocht heb. Kijk, lijkt me dol. Kijk, gaan we een beetje hartjes tekenen. Nou, begrijp je wel dit, hè? Dus eigenlijk, gaan we even dit wel verwijderen. Kijk, zo hoger de prijs komt, ben ik minder blootgesteld. En dat is bijvoorbeeld een 10% winst, en dat is een 20% winst, en daar weet ik veel. Snap je wel, iedere keer minder winst, maar iedere keer minder risico in de markt. En dat heeft een pinbar. Dat maak je gewoon snel geld maken, maar verlies je niks. Maar aan de andere kant ben ik ook ondertussen mijn stoploss of stoplimit iedere keer een klein stukje verhogen. Dus uiteindelijk maak ik echt een kleine plekje waar de prijs kan bewegen en ik verlies helemaal geen geld. En als het omhoog gaat, ga ik meer winst maken. Als de prijs hier in het midden blijft, dan heb ik nog crypto's in bezit. En als het daalt onverwacht, dan ga ik naar euro's. Ja, maar wat gaat Cake doen? Kijk, je moet altijd een hogere grafiek kijken om de analyse te kunnen maken voor een kleine. Kijk, bearish directionaliteit in monitor en ADX onder de 23ste punt. Dat geeft aan dat de bearish directionaliteit en de ADX onder deze punt, dus de 23, dat betekent dat dit helemaal geen kracht heeft. Wat kan nu gebeuren? Dat de ADX omhoog gaat keren. Ja, niet zo helemaal recht. Dat zou iedereen willen, ik ook. Dat zo omhoog gaat keren en mijn projectie voor Cake is omhoog. Hoe hoog? Weet ik niet. Maar ik heb tegen jou verteld wat voor strategie gebruik ik voor dit soort crypto's. Ga je lager kopen en iedere keer dat wij omhoog komen, verkopen we een stukje. Gebeurt een pinbar? Nou, gelukkig heb je nog geld. Toch? Nou, nu op deze hoogte ga ik opnieuw kopen. Gaan we weer omhoog en profiteer ik weer de nieuwe stukje. Gaan we naar nul? Heb ik mijn stoplimit zitten? Stel op deze punt. Lager natuurlijk. Nou, hier zo. Sorry. Stel dat ik de stoplimit daar heb. Of een stoploss. Als de prijs onverwacht dit doet. Ik verlies niet tot hier. Hier stop ik eigenlijk met verliezen. Maar ik heb al dit stukje geprofiteerd. En dit stukje geprofiteerd. En nu ben ik op zoek voor de volgende. Maar, kijk, mijn studie of strategie kan ook fout gaan natuurlijk. Dus daar gebruik ik de stoplimit. En stel dat ik hier 1000 euro heb, bijvoorbeeld. En dan gaat die omhoog en dan kan je bijvoorbeeld 2000 of 3000 euro van maken. Weet ik veel, maar als het daalt, krijg je geen 500. Misschien blijf ik met 900 door deze daling. En als hij hier daalt, ga ik meer kopen. Natuurlijk. Kijk, meer crypto's kopen voor hetzelfde aantal euro's. Nou, het lijkt dat verteld voor Mogooltjes wordt. Dat kan ook komen door mijn accent. Of omdat ik een beetje moeilijk vind om alles uit te leggen. Maar ik denk of hoop ik dat goed uitgelegd is. Kijk, die grote pijl is voor een dagse grafiek. Gaan we even aan die keer D. Omdat ondertussen in 4 uurtjes kan
dit maken en omhoog en omlaag en naar achteren en weet je, maar dat is voor een dag, zeg ik, omhoog. Nou, cake is gedaan. BNB in euro's vinden jullie niet helemaal lekker. Gaan we naar dollar. Binance. Weet niet. Nee, USDT, hebben we dat? Ja, dit zelfs. Maakt niet uit. Analyse en projectie is analyse. Kijk. Ja, wat een grote kars. Oh, voor Binance Coins was het ook. Die hebben jullie ook in mijn website. Nee, in de website niet, in de Telegram groep, hè. Bitcoin met zo'n pinbar kwam tot 8200 euro, zoiets. Dus alle stoploss en stoplimits weggevlogen. Maar heb je gek gedaan? Stel, hè, verlies je helemaal geen geld, hè, ondertussen. En stel dat jij met Bitcoin en een koopopdracht hebt gezet, helemaal hieronder. Denken van, dat is echt gokken. Dat zou echt nooit gebeuren. En jij bent met de Binance US. En doet de prijs niet zo gek. Hoeveel winst heb jij gemaakt, jongen? En misschien stop jij een koopopdracht van 1000 euro. Hier. Je zou nog geen analyse geeft aan dat de prijs zou tot hier beneden dalen. Mijne niet, die van jou ook niet, van je beste YouTuber ook niet. Maar stel dat jij doet het voor de gek. Zeggen, ik stop daar een opdrachtje. Dit kost ondertussen helemaal geen geld, maar stel dat dit soort dingetjes gebeuren. Kijk, heb je op hetzelfde dag bijna 100% winst, jongen. Omdat jij zo gek doet. En daar staat ook voor Bitcoin. Hier niet. Maar, nou, misschien hebben we niet de beste grafiekje gepakt, omdat die lelijke kaars is. Gaan we andere zoeken. BNB, USDT. Ik ben helemaal kapot vandaag, joh. USDT, dus abonneer je op mijn kanaal, hè, want ik sta hier echt, ik zou echt thuis moeten blijven, joh. Dus niet kapot omdat ik ziek ben, maar ik ben echt moe. Kijk, BNB, gaan we even doorkrassen. BNB, toon hetzelfde patroon als Bitcoin, dus je kan wel nu misschien wat kopen, ik geef geen advies. Ja, ik zou misschien wel hetzelfde als Bitcoin. Ik volg eigenlijk hetzelfde patroon als Bitcoin, als je goed kijkt. En ideaal zou de ADX omhoog keren en dan komt een bullish directionaliteit in de monitor eigenlijk. Dus, dat is voor Binance Coin omhoog. Zou je verkopen op de hoogste van de laatste hoogste punt? Zou best, maar met Binance Coin, mijn advies is om wel een stoploss of een stoplimit te gebruiken, maar geen verkoopopdracht te zetten. Omdat die kan nog keihard stijgen. Kijk, het is niet de laatste hoogste punt. De laatste hoogste punt zit hier. Maar ondertussen kan wel een correctie gebeuren hier. Als, door de doorbraak van de laatste hoogste punt. Weet je, dus mensen die daar kopen en dat de prijs dit gaat doen, bijvoorbeeld. Ik hou niet van 2 en 3 bewegingen tegelijk projecteren, maar snap je toch wat ik bedoel. Hè? In de vorige video's was eigenlijk doorbraken handelen we nooit. Gebeurt ook hier, mensen die hier hebben gekocht door de mogelijke doorbraak, plaf, prijs helemaal naar beneden. Dus je kan wel rekening houden met dit. Dus wel een stoploss. Als ze onverwacht daalt, dan blijf je gewoon met dezelfde hoeveelheid euro's. Maar alleen maar stoplimit. Omdat de prijs kan wel losschieten met Binance Coin. Omdat hier zit eigenlijk de plekje waar ik zou wel gaan verkopen. Nou, dat is voor een dagse grafiek. Dus uitslagen en wat ik analyseer en projecteer is voor 10, 20 dagen ongeveer. In een 4 uur grafiek hebben we wat ik verteld heb. Dus wel rekening houden met deze puntje. En als de prijs tot daar gaat en je hebt hier gekocht, dus je stoplimit of stoploss iets hoger. Gaat de prijs nou hoger, jij zet je stoplimit of stoploss hoger. Zo maak jij eigenlijk dat jij zeker gaat iets winnen. Maar Binance Coin is omhoog. Ga ik even
iets lelijks eraf halen. Zo. Ja. Nee. Sorry dat de video te lang duurt. Ik hou echt ook niet van. Maar ja. Binance Coin omhoog. Solana. Weer een goede, echt trade. Echt goede trade met Solana de laatste keer. Dus ik denk dat de derde keer dat ik met Solana zo'n winst maak. Joh. Solana kan je ook zelf trouwens staking doen, hè? Ledger Nano S of X. Kijk, we hadden toen gezegd, volgens ons patroon en analyse en strategie, dat iedere keer dat jij dit hebt, moet je gewoon rennen voor je leven. En hier kopen we niet. Op de hoogte van de laatste hoogste punt. Zie je daar? Daar kopen we niet. Daar koopt iemand anders die daar een analyse maakt of zo. Of daar een strategie voor heeft. Wij niet. Wij niet. Ik had hier al gekocht. Hier. Dus rond 140 euro. Ja, natuurlijk nog eerder. Dan heb ik met hold. En heb ik in een staking. Maar ik bedoel trading. Hier heb ik gekocht. En daarboven, niet tot de laatste puntje van de kaars, want de laatste euro pakken is onmogelijk. Ja, dat zou je wel misschien wel proberen, maar het is een 50% winst, man. Of vrouw. Op de hoogte van de laatste hoogste punt kopen we nooit. Daar verkopen we aan de mensen die daar willen kopen. Toch, wij kopen daar niet. Heb je daar gekocht, maak je geen zorgen. Ga je niet verkopen. Omdat verkopen is, beseffen niet, hoor je dat? Als je verkoopt, die x% die heb jij in mindering eigenlijk, neem je gewoon mee. Dus niet verkopen. De prijs zal weer omhoog komen. Dat is 9,99% zeker. Dus niet verkopen. Heb je meer geld in je portfolio, dan zo dichtbij mogelijk van de EME, meer kopen. Dat is zo simpel voor Solana. Maar slim is dat niet de 100% van je portfolio instoppen. Maar stel dat jij 500 euro voor Solana kon je inzetten. Gooi maar 250 om nu kopen. Of ja, eigenlijk voor hold maakt niet uit. Dus je kan je nu kopen, Solana. En zet jij op een Ledger Nano S of X en maak jij staking. Zo maak jij passieve inkomsten. En stel dat in de tijd Solana, weet ik veel, 500 euro waard wordt. Of zo, of 1000 euro wordt, dan heb jij staking opgebouwd met de waarheid van vandaag. Dus wel dadelijk, denk ik. Dit is niet meer om aan te leggen. En de rest, die andere 52, 100 euro. Dus ja, zo dichtbij mogelijk van de MA. Het kan misschien niet deze punt komen tikken. Misschien gaat die lager. Maar voor Solana momenteel is rent van je leven. Je gaat voor Solana geen projectie van maken. Ik zeg tegen je zo dichtbij mogelijk van de ME kopen. Zo dichtbij mogelijk. Dus ik bedoel dit gebied. Ga nog lager. Dan koop ik meer. Daalt meer, koop ik meer. Maar waar nooit moet je kopen is hier. Daar, ja, lager wel. Daar niet. Zoals hier. Wil je nog een voorbeeld? Hoger dan de laatste hoogste punt. Een doorbraak. Nou moet je kopen. De prijs gaat omhoog. We gaan de lucht in. Nee. Een doorbraak koop je nooit. Je gaat naar beneden. En neem jij een dikke verlies naar beneden mee. Bijna 20%. Waarom? Je moet altijd andersom doen als de mensen voelt. Mensen die zeggen, nu moet je kopen. Nee, ik niet. Ik koop toen iedereen wil verkopen. En op deze hoogte verkoop jij aan de mensen die daar willen kopen. Maar wij niet. Nou, uurtje en 4 minuutjes. Ik ga lekker weekend vieren. Nou, het is een beetje lang geduurd, snap ik. Maar het moet eigenlijk uitgelegd worden.
Er zijn veel nieuwe mensen die de video's kijken of mensen die wel maanden zijn in de crypto-wereld, maar meer informatie nodig hebben of andere analyses willen maken of die de nieuws volgen. En van nu moet je kopen en nu moet je gaan verkopen en de prijs gaat naar $20.000 en de prijs gaat naar 100.000 en willen ze een totaal onafhankelijk opinie eigenlijk of onafhankelijke analyse van de prijs. Hier ben je welkom. Ik verdien helemaal niks. YouTube betaalt mij nog niet. YouTube betaalt mij nog niet. En ik krijg alleen maar geld van de donaties. Tot nu waren twee dikke donaties waar ik de domein van de website heb betaald. En die e-mailadres. En die eigenlijk de hele website kunnen maken. Maar de rest zijn allemaal kleine donaties. Maar als jij alleen maar op mijn YouTube-kanaal abonneert, dat is genoeg. Ben ik helemaal blij mee. En aanmelden mijn website. Daar heb je alle informatie en uitleg eigenlijk van alles wat ik weet. En alles wat mij heeft geholpen om dit soort analyse kunnen maken. Sorry dat vandaag ik alleen maar met vier crypto's om analyseren komt. Ja, zelfs met Bitcoin. Die wordt dan eigenlijk 5. Ja, ik vergaat mijn telefoon thuis. Dus daar had ik alle crypto's genoteerd. Maar ik ken alles niet in mijn hoofd. Omdat er geen plekken meer voor is. Maar, nou, ik hoop dat mijn analyse en projectie jullie eigen analyse heeft geholpen en een goede aanvulling is geweest. Of kunnen jullie tenminste iets van maken. En we zien ons op de volgende video. Goed weekend!